Goedenavond kijkers en welkom bij een nieuwe aflevering van Opinie. Mijn naam is Abigail Kem, van harte welkom. Suriname is rijk aan verschillende culturen. Het ligt aan elke burger als hij of zij zich min of meer wil inzetten voor de economische ontwikkeling van het land. Culturele diversiteit is boven alles een feit. Er is een breed scala aan verschillende culturen. Op welke manier kan deze culturele diversiteit bijdragen aan de groei van onze economie en hoe staat het met Suriname op dit moment en hoe staat Suriname daarvoor? Dames en heren, we praten vandaag over de bijdrage van de culturele diversiteit aan de economische ontwikkeling. Onze gasten voor vanavond zijn Fidelia Grant Galon, ambassadeur. Mevrouw Galon is geboren in het district Marowijne, de stad Mungo. Zij is als socioloog afgestudeerd aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Van 1992 tot 1998 is zij docent geweest op VWO-scholen en van 1994 tot 2000 maatschappijleerdocent in het schakeljaar van de ADECUS. Galon is verder beleidsmedewerker geweest op verschillende ministeries. Zij is medeoprichter van Maron Vrouwennetwerk in 2000 en pastoor en presentator van bewustwordingsprogramma's op Radio Shalom. Op het ministerie van Buitenlandse Zaken is zij vanaf 2006 tot heden werkzaam als ambassadeur. Thans is zij op basis van haar ervaring uitgeleend aan het directoraat cultuur voor met name culturele aangelegenheden en cultuurdiplomatie. Kijkers, Fidelia Grant Galon. Elvira Sandi, directeur van het directoraat cultuur. Mevrouw Sandi is geboren in Paramaribo. Aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname is zij afgestudeerd als socioloog. Als coördinator van personeelszaken heeft Sandi gewerkt op het directoraat jeugdzaken van het ministerie van Onderwijs en het Nationaal Leger. Verder heeft zij ongeveer 13 jaren gewerkt als marketingmanager bij Surpost NV. 6 jaar lang is zij de directeur geweest van het Cultureel Centrum Suriname, CCS. Hierna heeft zij de functies van directeur van het Rode Kruis en beleidsadviseur op het kabinet van de president. Sandi is 25 jaar lang docent geweest op VWO, HBO en universitair niveau. Zij is altijd heel actief geweest in het sociaal-cultureel veld. Thans is zij de directeur van het directoraat cultuur. Kijkers, Elvira Sandi. Welkom mevrouw Sandi en mevrouw Grant. Om te beginnen, als we dat woord culturele diversiteit horen, waar denken we als eerst aan? Ik moet eerst beantwoorden. Culturele diversiteit, dat denk ik aan verschillende bevolkingsgroepen met hun allemaal hun individuele culturele bagage en de schoonheid daarvan en de kracht die daaruit komt. En dan denk ik gelijk aan Suriname, het enigste land in het Caribisch gebied die zoveel culturen bij elkaar heeft en toch nog vreedzaam met elkaar leeft en nog heel veel talen praat. Dat vind ik geweldig. Klopt. Daaraan toevoegen, diversity is power. Een aantal jaren geleden was dat het thema van de schrijversgroep 77, waarmee ze een grote campagne hebben gevoerd en ons land nationaal en internationaal hebben gepositioneerd. Diversity is indeed power en culturele diversiteit, zoals mijn collega Grant dat zegt, dat is kracht, geeft kracht en straalt ook kracht uit. En dat is precies wat wij in Suriname hebben. Oké. Okay. Ja. En als we kijken naar de bijdrage van de regering aan de culturele diversiteit, is dat optimaal? Ja, optimaal. Weet je,
als overheid, als regering, doe je uiterste best om inhoud te geven aan je beleid en de doelen te bereiken. Welvaart en welzijn te creëren voor je volk en land. Maar wat we merken is dat we nog steeds uitdagingen hebben. En zeker als je kijkt naar culturele diversiteit en de wijze hoe we in staat zijn dat in te vullen als regering, dan zijn er pluspunten, maar ook minpunten. We hebben bijvoorbeeld in het beleid, laten we zeggen vanaf 1975, toen wij verantwoordelijkheid kregen na de onafhankelijkheid, volledige verantwoordelijkheid, zeggenschap over de invulling van ons beleid. Toen dan merk je dat we uit het koloniaal verleden een aantal instituten hebben overgenomen, geërfd zou je kunnen zeggen, die dus invulling gaven aan het cultuurbeleid. Eigenlijk in het verlengde van het regeringsbeleid hun eigen bijdrage daaraan leveren. Ik noem bijvoorbeeld het Cultureel Centrum Suriname, ja, de Stichting Surinaams Museum. Dat zijn instituten die door de toenmalige overheid zijn ingesteld met het doel om een deel van het divers cultuurbeleid om daar zorg voor te dragen. En wij nemen dat over. De staat Suriname richt het directoraat cultuur of stelt het directoraat cultuur in, 38 jaar geleden dus. En vanaf dat moment begint de overheid duidelijk vanuit haar beleid inhoud te geven aan cultuurbeleid. En natuurlijk in samenspraak samen met de actoren die er al een hele poos daar bezig mee waren. En dan merk je inderdaad dat wanneer de overheid inkomt, merk je dat er een stuk coördinatie op hoger niveau plaatsvindt, beter plaatsvindt. Daar vloeien successen uit voor door bijvoorbeeld, als we kijken naar bijvoorbeeld hoe we Suriname hebben kunnen neerzetten internationaal. Maar ook nationaal, de impulsen die zijn gegeven aan andere organisaties. Mensen hebben organisaties opgericht, hebben ondersteuning gehad in de ontwikkeling van hun eigen producten. En natuurlijk kan het beter en moet het ook beter. Toch? Dus ik denk dat we daar als overheid op de eerste plaats, maar zeker niet op de laatste plaats, als volk, als samenleving, daar een taak in hebben. Heeft u nog wat toe te voegen, mevrouw Grant? Nou, wat ik heb toe te voegen is dat we hebben geërfd van de koloniale overheid en we werken met de instituten die werken. Ja. Maar er zijn nog nieuwe instituten die we kunnen instellen. Ja. Ik heb bijvoorbeeld vanwege mijn ervaring internationaal, ja, heb ik gemerkt dat we specifieke instituten kunnen instellen die waar de hele wereld aan iets kan hebben. En dat is bijvoorbeeld dat elk jaar, soms weet misschien Suriname het niet, dat onze inheemse broeders en zusters naar Trinidad gaan om die mensen daar te leren van die inheemse cultuur. Ik heb met hun kapitein gesproken, die kon Lokono en Kalinya liederen meezingen. En ik zeg, oké, hebben jullie dat behouden? Toen zei hij, nee, heb ik van mijn Surinaamse broeders geleerd. Dus wat kom in je op? Richt een academie op waar mensen scholarships internationaal kunnen krijgen, waar Suriname aan verdient. Want dit is wat we hebben van nature. We geven. Ik denk aan landen als Trinidad hadden al lang een onderdeel daarvan gemaakt. Misschien zelf een stoel binnen hun universiteit geplaatst. Dus zo hebben we de heel unieke en specifieke authentieke culturen van de verschillende continenten die we hier hebben, dat je toch wel ook zo'n instituut kan hebben waar mensen kunnen komen, studenten, toeristen en iedereen. Dus we hebben CCS, dat is fantastisch. Ja. We hebben volksmuziekschool, dat is mooi. Maar we kunnen een instituut hebben waar onze diverse cultuur, waar wij ook aan kunnen verdienen internationaal. Want mensen nodigen ons al uit. Mensen willen van ons leren. En ik denk aan die andere kant van de Marons hebben wij Jamaica ook geassisteerd in hoe ze bepaalde culturele zaken moeten doen. En ze willen komen leren, ze willen stage komen lopen. Maar hadden we de instituten officieel in de gebieden waar de mensen wonen, dan hadden we meer daaraan. En dan kan je scholarships eisen, ja. En dan kunnen andere internationale organisaties ons ook daarbij helpen. Klopt, ja.
Dat is een mondvol. Inderdaad. Heeft u nog wat? Nee, ik zou inderdaad willen toevoegen dat wanneer we praten over integratie van cultuur binnen onderwijs, dat we op de eerste plaats moeten kijken naar ons basisniveau. Dat we onze kinderen, vanwege het feit dat door allerlei redenen het thuis niet meer optimaal gebeurt, die overdracht van cultuur, want het zou thuis moeten beginnen. Hè? Dan heb je daar al taak als onderwijs, dat je je instituten zodanig regelt, je curriculum zodanig afstelt op de werkelijkheid van de kinderen. Zodat je vanuit die werkelijkheid beter in staat bent die vorming te geven. En inderdaad moet het op dat niveau beginnen. Maar ik sluit helemaal, ik ben helemaal eens met wat mijn collega hier zegt, dat we op verschillende niveaus daar inhoud aan moeten geven. Maar ik moet ook direct erbij zeggen, we doen dat ook. Kijk, instituten zoals de Academie voor Hoger Kunst en Cultuur, die zijn op een gegeven moment ook ingesteld in 1983. De Academie bijvoorbeeld, die timmert aan de weg. Op het IOL is er curriculum ontwikkeld, gericht op kunst- en cultuurontwikkeling ook. Maar zeker ook Nola Hatterman, die kinderen van kleins af ook opvangt. En dus dat moeten we niet vergeten, maar het kan natuurlijk veel beter. En als ministerie hebben we bijvoorbeeld het vorig jaar een bezoek gebracht aan Cuba. Okay. Als je dus kijkt naar de wijze waarop in Cuba, Cuba scoort het hoogst op binnen verschillende gebieden. Hè? In het Caribisch gebied, Latijns-Amerika, is Cuba top. Daar praten we over tientallen musea, tientallen instituten specifiek gericht op cultuur. En we hebben daar ook de intentie vastgelegd dat we veel meer van elkaar moeten leren. Want we hebben absoluut veel te bieden wanneer het gaat om traditionele kennis vanuit de verschillende culturele groepen. Dan mogen wij trots zijn als Suriname inderdaad dat we dat te bieden hebben aan de wereld. Zojuist hebben we de registratie gehad op het directoraat cultuur van organisaties die zich bezighouden met kunst en cultuur. Wat is het belang hiervan eigenlijk? Wel, we hebben de registratie niet gehad. We hebben een boost gegeven laatst aan de registratie die eigenlijk vanaf het directoraat cultuur bestaat. Ja. Is de registratie, vindt het plaats. En het belang hiervan is dat je, wil je goed cultuurbeleid maken, moet je inzicht hebben over die markt. Over de stakeholders. Je moet weten wat gebeurt er precies. Wie onderneemt wat? Wat doet men? Wanneer doet men dat? Hoe doet men dat? Je moet daar inzicht in hebben. Dat is belangrijk, omdat je daar gericht beleid kan maken. Door je weet allereerst hoe de mensen te bereiken. De mensen weten jou ook te bereiken. Er is contact, er is communicatie. En we zijn daar ook, het heeft verschillende doelen. Hè? Op nationaal niveau kun je mensen zo, kun je inzicht geven in de markt. Hoe het is gestructureerd, hoe de sector eruit ziet. Hoeveel artiesten hebben we die rappen? Hoeveel crafters hebben we die met hout bezig zijn of met glas? Hoeveel kunstenaars zijn er die met hout werken of met glas? Dus dat is belangrijk om te weten om beleid inderdaad te kunnen maken. En natuurlijk, internationaal ben je dan beter ook in staat om als Suriname data te verschaffen aan internationale organisaties. Weet, cultuur is hoog op de agenda internationaal, maar je kan als Suriname hoe noem je dat, niet weinig aan doen, maar je kan beter scoren als je in staat bent op basis van data, informatie of toegang te krijgen tot projecten, tot programma's gericht op ontwikkeling. Oké. Ambassadeur Grant, gelet op uw carrière als diplomaat, kan gesteld worden dat u nogal veel ervaring heeft op het gebied van culturele diversiteit en het uitdragen daarvan. Jawel. Kunt u ons een beetje vertellen over uw ervaring? Nou, mijn ervaring is heel prettig en dat is in Trinidad geweest. We hebben 3 jaren, niet achtereenvolgens, 3 keren hebben we Suriname Dag gehad. Okay. Suriname Day, 1 keer hadden we Suriname Weekend. Mm-hmm. Het was meer dan ik kon verwachten. Want die belangstelling voor Suriname is er. Net wat de directeur heeft gezegd, die data. Die data die Suriname moet verwerken
is heel, dus moet verzamelen en verwerken en versturen, moet in het Engels gebeuren. Wanneer het in het Engels is, je googelt het en men heeft die informatie. Dus die website is erg belangrijk. Maar ik was daar als ambassadeur en ik had cultuur, heroes, ik noem ze cultural heroes van Suriname, die participeerden. Ze kwamen naar Suriname, daar is het niet alleen muziek, maar ook die taal. Ze waren ook op de televisie gekomen, want je hebt ook Suriname diaspora daar in Trinidad en Tobago. Mensen die ook in de media gewerkt hebben. En zo hebben we Suriname gepresenteerd. We hebben zelfs een cook-out gehad. Waar we Surinaamse cuisine tentoon hebben gesteld. En de mensen, we zijn zo uniek dat ze één gerecht, bepaalde gerechten, niet hebben in het Caribisch gebied. Alleen in Suriname hebben ze verschillende gerechten. Gaat u een voorbeeld daarvan? De Javaanse gerechten. Die mensen houden van onze pindasaus. En ze houden van onze dosi. Okay. Want dat kennen ze daar niet. Ze hebben het niet en dosi is super gezond. Ik zeg super gezond omdat cassave in het Caribisch gebied, ik was in een organisatie voor ik ambassadeur werd, is uitgevonden dat cassave heel gezond is. Is ook kankerwerend, hebben ze gezegd tijdens dat seminar. En nu hebben we dosi en kokosnoot erin en gember erin. Dus ze hebben, die minister van food production in Trinidad vroeg mij toen, ze zijn niet meer in office, hij vroeg mij toen, ik wil dat product promoten. Ik heb natuurlijk de para mensen gezegd, ik ken een stichting daar, de voorzitter heb ik ook gezegd. Maar we moeten dingen gaan organiseren, structureren. En de Javaanse gerechten en onze roti is de beste. Roepram is daar gekomen, dus dat zeg ik bij culturele ervaring. Roepram is daar gekomen en de rij was lang. Dat Trinidadianen meekwamen zeggen, ambassador, I don't know how you prepare the roti, but it's the best. Toch? En dat is wat wij Surinamers hebben. Onze voedsel, onze cultuur. We hebben een soort interaction gehad bij een van de Surinaamse dagen, waarbij Steelpan, together met Kaseko en met onze Hindustaanse muziek en zijn Javaanse muziek samen speelden. En ze wilden die interactie weer. Maar natuurlijk, we hadden niet veel financiën om iedereen zo te laten komen. Ja. En ik vertelde ze ook over de Chinezen. Dus onze voedselproducten zijn fantastisch. Ik weet dat ambassadeurs hier kwamen geloofsbrieven aanbieden en daar eten ze. Wat ze me zeggen is, your food is the best, don't speak. Kom dat tak Engels, laat me geen Engels praten, laat me Nederlands blijven praten, je weet niet wie luistert. Maar in elk geval, ze hebben gezegd, zeg praat niet luid, maar jullie eten is de beste. En weet je waarvan ze ook houden? Het was tijdens Carifesta 2006, was die rij voor pom heel lang. Ze willen pom hebben. En iemand van het kabinet van de president daar heeft me geforceerd om pom voor hem te maken. Heb ik een lekkere pom gemaakt. Want ik weet ook pom te maken. Wat ze ook willen, wat ze ook promoten, zijn ook onze kunstwerken. Onze houtsnijwerk, zeggen ze, is van een fijnste level. Dus waar je praat met je houtsnijwerk. Dus dat soort dingen moeten we gaan promoten. En dat is cultuur. Dus dwars door de hele linie van ons cultuur, performance in het Caribisch gebied, staat hoog aangeschreven. Onze danskunsten. Ik heb daarom ook onze vertelkunst. Ze hebben wijlen meneer Henk John posthuum gedecoreerd. The Spirit of the Emancipation Award. Ik heb toen de boodschap gestuurd naar Suriname. En een delegatie van cultuur is toen gekomen om het te ontvangen. Maar door miscommunicatie heb ik het in ontvangst moeten nemen. Dus Henk John is vanwege de Anansi-vertellingen, heeft hij ze geleerd. En de mensen, er zijn instituten daar ook, die Emancipation Support Committee en JAC, de National Joint Action Committee, die hebben mij ook altijd gevraagd om naar hun emancipatie-opening
ceremonie te gaan. En dan moest ik altijd wat vertellen over de Marrons van Suriname. Want die misconception is, met de woorden waarmee Surinamers niet geen rekening houden, er is een discussie die ik niet meer voer hier in Suriname over de naam Marron. Ja. Wanneer ze Marron horen in het internationaal, dan weten ze, het zijn dappere mensen, strijdvaardige mensen, succesvol. Dus een professor van UTT zei me toen, you're not Maroon. Heb ik gezegd, okay, but I know I am. Hij wil zeggen, nee, jullie zijn Bosnegers. En die hebben geen geschiedenis met bevrijding. Heb ik gezegd, nee, dat zijn de woorden die ze zeggen, maar we zijn Marrons. Toen vertelde hij me wie Marrons waren, dat waren de Jamaicanen alleen. En okay. De Jamaicaanse Marron willen nu leren van de Surinaamse Marrons. Dus wie staat aan top? Precies. Suriname, we moeten onszelf. En UNESCO heeft Jamaica al een prijs gegeven voor hun Marron-gemeenschap. Waar staan wij? Toch, wij staan veel hoger met de retention, met het behouden. Laten we niet praten over Marrons. Hindustanen. Ik ging daar naar een Ramlila-voorstelling. En tot mijn verbazing zeggen ze, out loud, zeg Surinamers. Surinaamse Hindustanen zijn de beste. Want ze doen hun Ramlila nog in Hindi. En zij moeten het vertalen naar het Engels, zij en Guyana. Hebben ze mij gezegd aan het publiek. Toch, in een town, Felicity heet het, ben ik geweest. Dus onze Javanen is super uniek. Dus iedereen hier in Suriname. Dus we hebben toch een voorsprong op dat culturele aspect? We hebben een gigantische voorsprong die wij onderschatten. Wat ik heb gemerkt, we zijn heel bescheiden mensen. En we houden ervan om anderen het gevoel te geven van, we houden van je, jij bent ook goed en je bent beter. Ja. We komen ze tegemoet in hun taal, terwijl ze onze taal willen leren. Ja. Dus UWI-studenten kwamen, er is een University of the Southern Caribbean, Surinaamse studenten kwamen daar en ze hielden ook Surinamedagen. Ik werd ook uitgenodigd en het is altijd druk bezocht. Dus Surinamers onderschatten zichzelf te veel. Wij hebben zoveel en we zijn superrijk. Dus niet alleen de Marrons, niet alleen de inheemse, maar al die andere culturen, de Creoolse cultuur. Ik heb daarbij een van de Surinamedagen hadden we ook een universitaire met de Caribbean Yard Campus, moesten we praten over de Anissa. Ik heb dat boek gepresenteerd van mevrouw Christine van Russel. Ze heeft zoveel verteld. Vooral Wait for me at the corner. Toch? Ik wacht me op Aoku. Die sabi. Dus die dingen. En de Waika was ook daar gekomen. En ze hebben een call me on my telephone. Dus deze dingen spreken aan. Dus we zijn rijk aan cultuur. En we moeten het doen. Dus de tijd is te kort om alles te zeggen. Dus mijn ervaring was rijk. Dus, en ik was de enige ambassadeur die ze uitnodigde bij elke emancipatie opening ceremonie om een keynote address te geven. En ze kregen er niet genoeg van. Wij zijn de beste drummers in, van de mensen in diaspora. Want we praten nog met onze drum. De kota drum. Dus ook al is het Creools muziek of Marron muziek, Oesap naka drum. Toch? We praten ermee en we dansen ermee, we communiceren ermee. En ook bij de Hindustanen daar, toen ik naar Suriname kwam, ik dacht dat wij die Tassa hadden uitgevonden, maar iemand zei me nee, het is uit Trinidad gekomen. Want ik zei ze, no, I think it's Surinamese. Yes. maar ze hebben me hier in Suriname gezegd dat ze samen met Trinidad hebben. Maar de taal, laten we het niet vergeten, we praten alle talen. Daarom zijn onze studenten heel makkelijk in onderwijs in het buitenland. Ze kunnen makkelijk een andere taal leren. Chinees, ga de Chinese talen. En ze staan er open voor. En ze staan er heel open voor, die andere landen niet. Je moet hun taal praten, Spaans. Maar ik ga het hierbij laten, anders ga ik de tijd vullen. Het is wel heel erg interessant. Maar hierop aansluiten, inderdaad wil ik wel iets opmerken. En dat is inderdaad dat we... De ambassadeur heeft
inderdaad heel goed weergegeven hoe onze cultuur wordt ervaren in het buitenland. Mm-hmm. In Suriname, we zijn het zo gewend, voor ons is het bijna normaal, hè? Ja. Dat we die taal praten en dat we takanga apinti drong en zo, en die pom, we houden pom competitions en moksalesi competitions en zo. Maar wat wij als directoraat cultuur, waar we een rol in moeten vervullen, de ambassadeur noemde het ook, de UNESCO geeft awards en zo. We moeten veel meer beleid gaan maken op dit stuk. En dan gaat het om, men noemt het immaterieel cultureel erfgoed. Immaterieel erfgoed. We hebben de conventie geratificeerd. We hebben dat, we zitten nu in de implementatie van wat de conventie voorschrijft. Namelijk, al die cultuurelementen die de ambassadeur hier heeft genoemd, moeten goed vastgelegd worden. Goed beschreven worden. En niet ze moeten beschreven worden door de mensen uit de cultuurgroep zelf. Die dat zelf ervaren. Die dat zelf het best weten. Want wanneer je dat goed hebt beschreven, kan je dat beter conserveren. Ja. Kan je dat beter ontwikkelen verder. Ja. Om dus inderdaad te komen tot grotere producties en betere producties, nationaal en internationaal. We moeten veel meer leren houden van het eigene. Echt veel meer leren houden van het eigene. En ik ben heel blij met de ontwikkeling bij de jongeren. Je ziet dat nu bij de jongeren, dat ze het nemen. De Maron-jongeren, die creëren een heleboel. Kijk naar hoe die kotte er nu uitziet. Toch? Het is allemaal heel mooi. Maar onze sterkte is, en daar wordt continu beaamd vanuit het buitenland, de tradition. Ja. You kept it. Het is zuiver. Laatst nog met de Ghanese ervaring. Weet je, waar we absoluut nu vanuit de regering worden de stappen gezet om nu werkelijk die connectie met Ghana weer te gaan versterken. Dat doen we omdat we iets te bieden hebben. Ja. Veel meer te bieden hebben als Suriname op het gebied van cultuur ter verrijking. Want in dit geval gaan we echt Ghana verrijken. Ja. Toch? En in het Caribisch gebied en Latijns-Amerika, we zijn bezig met een cuisine project. Ja. Toch? We zijn daarmee bezig, heel concreet op het directoraat cultuur. Omdat, als het nou gaat om Carifesta, geluisterd naar wat de ambassadeur zegt, ons eten scoort altijd hoog. En we moeten dit dus verder gaan ontwikkelen. En we moeten het te gelden gaan maken, we moeten er meer uit gaan verdienen. En daar zijn we dus mee bezig om vanuit de UN-organisatie om daar ondersteuning voor te krijgen om verder dit product nationaal en internationaal beter te positioneren. De volgende vraag ga ik heel voorzichtig stellen. Het is zo dat het binnenland erg wordt gepromoot bij de toeristen. Dus de toeristen komen heel makkelijk bij de Maron-cultuur. Behalve het eten dat te verkrijgen is, zouden ook andere cultuurelementen gepromoot moeten worden. Wat moeten we nog doen dat de doorsnee toerist ook die elementen of kennis met die elementen maakt? Oh, misschien moet ik als eerste antwoorden hierop, directeur, met uw toestemming. Maar zij is de directeur van cultuur. Wat ik denk dat we kunnen doen, we moeten een totaal integraal pakket maken. Want zelfs Paramaribo is een uniek stadje. Toch? Want wij komen op UNESCO erfgoed met die geweldige gebouwen. Ja. Zelfs op de ambassade, toen ik daar was, zei een van die Trinidadiaanse medewerkers, zei, your town is so beautiful. Vooral die huizen daar vinden ze zo authentiek mooi. Mm-hmm. Houten huizen, en we hebben ze zo goed onderhouden. Dus want wanneer we video's hebben. En ook als we naar de centrale markt kijken van Suriname. Wat ik toeristen zei, de eerste plaats waar je moet gaan in Suriname is de centrale markt. Daar zie je alle bevolkingsgroepen, de nieuwe die zijn gekomen, zij die er al waren en je hoort alle talen daar. Ja. Dus de centrale markt is een centrale plaats. En bovendien hebben alle districten een uniek ding om te vertellen. Mm-hmm. Wil je de Trinidadianen krijgen in Suriname, zegt ze dat Tobago slaven zijn vervoerd naar Coroni.
Dat heb ik daar in Tobago gehoord als toerist, als ambassadeur. Mm-hmm. Zodat ze weten, je bent Surinamer. Zeggen ze, we hebben een connectie met Suriname. Want de slaven, Nederland had Tobago ook als kolonie. En ze stuurden slaven naar Koroni. Hebben ze mij daar in Trinidad gezegd. Dus je wil gaan kijken waar die mensen vandaan kwamen. En als we kijken naar Nigeria, we weten dat we een historie hebben met de Guyanese, komen we altijd daar. Ja. En onze grens en zo. En mensen willen daarvan weten. En dan hebben we de inheemse daar in het binnenland. Dan zeg je ook, wij zijn daar omdat we ook gemengd zijn. We kunnen samenleven daar. En dan heb je ook daar ook de Creolen. Dus Nigeria heeft rijst. En rijst hebben ze niet. En wat ze mij hebben gezegd daar, is onze rijst is van een van de hoogste kwaliteit. Toch? En dan hebben we onze Saramaka, onze groenteveld. Iemand vertelde me Saramaka en Wanica. Dus we hebben heel unieke districten. Wij moeten de nadruk gaan leggen als Suriname. Laten we desnoods een competition houden. Want wat doet Trinidad? Dat heb ik gezien. Ze geven elk jaar verschillende soorten awards. Toch? En wanneer je gaat, bijvoorbeeld is de DC... Per district. Laat je district promoten. Dus wij kunnen integraal gaan werken. En evenveel als de mensen uit het binnenland. Want we zijn overal uniek. Niet alleen de Marons. Dus je bent wel voorzichtig. Ja. Maar die voorzichtigheid hoeft niet. Waarom doen we dat? Die is makkelijker te promoten. Want mensen gaan naar het binnenland en ze zien Afrika weer zoals Afrika was. Mensen willen het zien. Wel, ga naar Nigeria en zie India hoe India was. En hoe India zich promoot. Samen met de zwarte. Wat we vergeten is dat India ook zwarte mensen heeft. In het zuidelijk deel van India. Ik heb het geluk gehad om naar India te gaan in 2003. Samen met de Universiteit van Los Angeles. UCLA hebben ze me gebracht. Want het was in het kader van kunst weer. Want ik moest die pangikunst gebruiken om HIV iets voorlichting te geven. Wat we in Maron Vrouwennetwerk verband deden. Dus we zijn daar gegaan en we waren deel daarvan met UCLA. En daar heb ik India gezien. Waar ze mij vertellen, we have blacks in Kerala. We hebben ook Marons. Ik wist het niet. Dus India, ga je naar Nigeria, is ook een stukje India. Hoe promoten we onze mensen in Azië? Ja. Toch? Dus er is altijd iets unieks. Zoals het binnenland uniek is, zo zijn alle districten uniek. Ik denk elke koloniaal gaat je zeggen wat uniek is. Elke paraan gaat je zeggen wat uniek is. Hun bestuurssysteem in Para tref je niet zoveel meer. Zelfs die grote Amerika heeft dat bestuurssysteem niet meer. Van de Para-plantages, old plantations. Ja. Wij hebben een bepaald bestuur. We respecten ons refi. Je kan een federatie. Wat is een federatie? Wat heb je te bieden? Toch? Dus er is overal alles te bieden. Ook al is het het eten dat je hebt, unieke van de andere districten. En die van het binnenland moet je blijven behouden. Want Afrika wil ook leren van ons. Inderdaad, zonder een herhaling te willen treden. Want inderdaad, het unieke, ga voor het unieke. Want daar komen mensen op af. Ze willen niet zien hoe je opera zingt hier in Suriname. Dank je, wat ze aan hebben. Weet je, mensen zijn geïnteresseerd in dat authentieke, dat traditionele. Ja. Wat maakt je Surinamer? En we hebben heel veel te bieden op dat stuk. Ik wil alleen hier aan toevoegen dat er... Op dit moment er is al geruime tijd een toerismeplan. Een geïntegreerd, niet gewoon een toerismeplan, een geïntegreerd toerismeplan. Mm-hmm. Is dus uit de grond gestampt vanuit, dankzij inspanningen vanuit het ministerie van HI. Waar ook het directoraat cultuur zijn aandeel in heeft gehad. En er is recentelijk nog een app gelanceerd door de minister. Een promotiecampagne. Think Tourism. Tourism. Yes. En daar gaan we ook samen. Het gaat erom dat we als Suriname, als overheid, veel beter samen moeten werken. En inderdaad, als het directoraat cultuur samen met HI, directoraat cultuur, ministerie van onderwijs, samen met HI... in staat is om dat unieke dat in elk district inderdaad ontwikkeld kan worden, op gepresenteerd kan worden, waardoor we doelgericht kunnen marketen Suriname. Ja. Dat als je naar Para komt, dan kan je inderdaad die route
die tot slaafgemaakte, geen slaven, ja. Tot slaafgemaakten, tot slaafgemaakten hebben afgelegd van plantage 4 kinderen naar Guyaba. Mm-hmm. Zie je? Zijn bestaande dorpen, zijn bestaande, de kennis is er. De artefacten zijn er ook in de Busina Para, in de Busina Saramaka. En, zo. En je kan dus routes creëren zoals ze in Komowijnen dat ook nu bezig zijn te ontwikkelen. Een toerismepad, prachtig met allerlei voorzieningen, want je wil gaan naar een topproduct. Ja. We praten over het traditionele, maar dat betekent niet dat we die comfort, we bieden de comfort te midden van het traditionele en dat is wat ons zo uniek maakt, kan maken. En ik denk dat we hebben heel veel werk nog te doen in dit opzicht, heel veel werk nog te doen. En, maar ik denk dat er nu werkelijk vanuit het beleid duidelijk richting wordt gegeven daaraan. Ja. Oké. We hebben een aantal kleine groepen en mensen die zich bezighouden met cultuur. In hoeverre hebben we wetgeving die ook deze mensen beschermt? Ja, dus ik zei de conventie immaterieel erfgoed. We hebben daar we hebben de wet aangenomen immaterieel erfgoed. Ja. We hebben nog te weinig wetgeving in place. Mm-hmm. Maar dat wil niet zeggen dat we niet werken aan wetgeving, aan regelgeving, aan standaarden. Kijk naar de monumentenwet van 2002. Als we kijken naar hoe de monumenten is. Ambassadeur zei, de binnenstad van Paramaribo staat op de werelderfgoedlijst. Dat is een uitdaging. Toch? Een uitdaging elke keer weer om het up-to-date te houden. Om onze gebouwen en monumenten inderdaad conform wat in die wet staat, om dat in stand te houden. Zodat het bijdraagt aan toerisme, bijdraagt aan ons cultuurproduct. Maar kijk naar de wet archeologie. De archeologische richtlijnen hebben we ontwikkeld. We zijn in de fase van aanname van de archeologische richtlijnen. En dat doet het directoraat cultuur niet alleen. Dat doen we met de daarbij behorende instituten, de universiteit, de ministeries van NH, etc. Dat hebben we absoluut wel voorbereid. Bedoeld om inderdaad te voorkomen dat wat we tot vandaag nog hebben, dat er mensen, buitenlanders, in onze dorpen, in gebieden, gaan en gaan graven en meenemen. Ja. Zonder dat we weten wat ze meenemen. We laten het niet oogluikend toe, want het wordt gerapporteerd. Maar je hebt de instrumenten nog niet voldoende in place om daartegen op te treden. Ja. Er is bijvoorbeeld ook een heleboel voorbereid op het gebied van illegale uitvoer van cultuurgoederen. Ja. Weet je wat er allemaal over onze grenzen gaat dagelijks? We hebben daar geen beeld van. We hebben daar geen nog niet voldoende regelgeving op. Niet alles hoeft in een wet misschien. Nee. Maar je moet regelgeving maken. Ja. Je moet staatsbesluiten slaan, et cetera, resoluties. Om te voorkomen, om in elk geval cultuurbeleid goed neer te zetten. Want het is niet alleen maar dat eerste waarover we hebben gesproken. Nee. Dat zo bijzonder is en geweldig. Nee. We moeten absoluut ervoor zorgen dat we bijvoorbeeld op het gebied van onze, zeg maar, we moeten eindelijk gaan naar de artiestenbelasting bijvoorbeeld. Hoe gaan we om met artiestenbelasting? Ja. Hoe gaan we om met vermakelijkheidsbelasting? Wat about ons cultuurfonds? Dat ooit eens is opgezet en eigenlijk het veld snakt ernaar. Want vanuit die structuur, vanuit die instituties ben je beter in staat om richting te geven aan cultuurbeleid. Dus de discussies worden al lang gevoerd van minister van Financiën. U krijgt geld binnen uit die sector. Kunnen we alsjeblieft een afspraak maken, een betere afspraak maken? Want er zijn standaarden. Door een betere afspraak maken, zodat die fondsen verkregen uit die sector ook op een gestructureerde manier terugvloeien naar die sector. Ja. Dus ik zeg dus concluderen, er is een heleboel werk dat wordt verzet op het directoraat cultuur, dat is verzet,
de afgelopen jaren om te komen tot het creëren van standaarden, regelgeving, waardoor de spelregels voor iedereen duidelijk zijn, maar ook voor iedereen ook rechtvaardig zijn. Ja. Misschien wil ik aanvullen wat de directeur zei. Ja. Ik denk gelijk aan een revolving fund. Mm-hmm. Dus dat is een fonds waarin de gelden komen en dat het terugvloeit. Want die zijn in het verleden al gecreëerd, ik denk ten tijde van het ministerie van Planning en Ontwikkelingssamenwerking, okay. Waar ik toen te werk gesteld was, hoorde ik daarover, oké, ging niet erover, ja. Maar je hoorde over die revolving funds. Maar hij had wel een effect. Juist. Dus het heeft effect, dus mm-hmm. Een evaluatie moet wijzen ja. als we tijd hebben daarvoor. Maar dat soort ideeën zijn er al. Net wat de directeur zegt, cultuur is productie, cultuur is ontwikkeling. Mm-hmm. Ik kan één voorbeeld geven van de Amerikaanse cultuur die de hele wereld heeft overgenomen. Mm-hmm. En wij doen wat de Amerikanen zeggen, KFC. KFC verdient aan ons, is hun fried chicken culture. Mm-hmm. En hun French fries, we noemen het zelf French fries. We krijgen een nymph ding. Yeah. Toch? Terwijl we zeggen het is een gebakken patat. Yeah. Maar meneer Karin, zo, wanneer je KFC bent, dan is het French fries. Mm-hmm. Wie is naar Hollands weet dat in haar country? Is de Amerikaanse eet cultuur, mm-hmm. Hun traditie. Die ze exporteren naar overal in de wereld. En wij hebben zoveel gezonde voedsel. Ik weet niet als ik het goed ga zeggen. Jangang beneng. Ja. Toch? Is toch gezond? Heet de mensen welkom daarmee. Mm-hmm. Zeg, wanneer je vanuit het Westen komt, misschien ben je helemaal polluted. Dit gaat je schoonmaken, je inwendig mens. Mm-hmm. Toch? We hebben zulke gezonde voedselproducten ja. Die wij niet promoten. Terwijl KFC is niet zo gezond als van ons. Maar ze hebben een stempel gedrukt. En we eten het en we gaan die Whoppers, we willen Whoppers. We willen speciaal naar Amerika gaan en foto daar maken. Het is toeristisch attractief. Mm-hmm. Waarom bouwen onze, als we kijken naar KFC-gebouw, dat is het Amerikaans gebouw. Waar zijn onze stijlen in Suriname? Dus cultuur, wet en regelgeving zal bepaalde dingen moeten maken. We hebben ook fastfood. Ik heb al cassave pizza gegeten uit Para. Oké. Okay. Jawel. Ja. Yes. Interessant. En het is door een Maronvrouw van Para gemaakt. Mm-hmm. Is zo geweldig. Ja. Dat is de integratie. Dus wij hebben zoveel potentie. En wet en regelgeving, als wat ze zegt, moet ons gaan streamlinen. Ja. En die streamlining moet van Suriname zelf komen. Niet alleen van de regering, maar ook de producenten daar. Zij moeten ook komen met wat ze ervaren hebben, om dan ook die regelgeving makkelijker te maken. Absoluut. Regelgeving is de ene kant van de medaille, maar ja. Wat zou voor u toch het belangrijkste aspect nu zijn om die culturele diversiteit waardig uit te dragen en eigenlijk te beschermen? Mm-hmm. Behalve wetgeving. Behalve wetgeving. Ja. Wel, we moeten onze samenwerking gaan versterken. Ja. We praten er veel over, maar we moeten die kaders beter gaan creëren om die samenwerking inderdaad te gaan versterken. Zodat we inderdaad in staat gaan zijn om die culturele producten die we allemaal leveren, ik ga ze mm-hmm. onder één noemer noemen, mm-hmm. ja. Dat we in staat zijn om die aantrekkelijk sellable. Hoe zeg je dat? Dat je het verkoopbaar maakt voor ja. niet alleen je eigen mensen, maar ook de andere mensen. En er zijn, in de sector zijn er een heleboel mensen actief bezig, mm-hmm. dagelijks om daar invulling aan te geven. En wat we als overheid, wat is als overheid rest, is dat we door integraal beleid, ja. HI, ministerie van Onderwijs, directoraat cultuur daarbinnen, volksgezondheid, we moeten de jeugd mee hebben, we moeten kijken naar regionale spreiding. Ja. Toch? Dus we moeten absoluut integraal cultuurbeleid gaan maken. Mm-hmm.
Zoals we integraal jeugdbeleid, we zijn daarmee bezig, omdat het belangrijk is. Het heeft verschillende facetten, dus we pakken die ook direct mee. Zo moeten we ook integraal cultuurbeleid gaan maken. En daar zijn pogingen in het verleden voor ondernomen, om in elk geval op papier te zetten wat bedoeld wordt met integraal cultuurbeleid. Maar die implementatie, dat is nog steeds de uitdaging. En die sector is bezig. Ze produceren elke dag. Ze demonstreren het ook. Kijk maar hoe Facebook bol staat. Sla de krant open. Kijk hoe de sector inspeelt op de behoeftes hier nationaal, internationaal. Kijk hoe ze ons uitdragen. We winnen prijzen op kraftgebied. Ja, met liederen winnen we prijzen in het Caribisch gebied. Ja. Falima, ding, bijvoorbeeld, is een goed voorbeeld van die potentie die er is in die sector. En wat wij als land met z'n allen moeten doen, is inderdaad die private sector, die ondernemers, die klein ondernemers. Ik ben zo trots in de Palmetuin laatst, was een moeder die met haar kracht heeft gewonnen, een Caribisch Award, 3 keer heeft gewonnen, dat haar dochter nu bezig is. En dan zie je het verschil tussen jong en oud. Je ziet die nuances, die nieuwe zaken die die jongeren eraan toevoegen, waardoor we, inderdaad, ik zie daar een potentiële winnaar van. En ik wil niet alleen winnen in het Caribisch gebied. Nee. Om te gaan naar internationaal. En die podia zijn er. Er gaat een grote groep kunstenaars naar Shanghai later dit jaar. Vanuit HI. Er zijn mogelijkheden vanuit die overheid. Toch om onze cultuur op wereldniveau te laten schitteren en prijzen winnen. Zodat dat gegrift blijft in de mensen hun hoofden. En zeggen, ik moet naar dat klein land daar gaan. Ik wist er niks van, maar daar moet ik zijn. Wil ik die authentieke bakak saba eten, bijvoorbeeld. Ze heeft het gezegd, in de gospelwereld is het gebeurd. Donnie McClurkin, Amerikaanse gospelzanger, heeft ons lied. God is a good God. God is een boom. En dan legt hij uit ook waar Suriname ligt. En dan zingt hij, het is populair. Als ambassadeur werd het voor me afgedraaid in Trinidad. En toen hij kwam in Trinidad, vroegen die Trinidadianen naar dat lied. Die ze niet echt verstaan, maar hij heeft het vertaald. En Faluma ding, zelfs in 2007, 2008, in de jaren is het een populaire carnavallied. Dus, en dan werd ik naar de radio gehaald om ze te vertellen wat het betekende. En wanneer ze dat verhaal horen, staan ze even stil. Mm-hmm. Want het is niet een mooi verhaal. Maar het is hoe je zingend, je celebrate life. Mm-hmm. Dus je viert het leven van iemand die is heen gegaan. Dat is dat lied van Faluma. Mm-hmm. En het is mooi gemaakt, was populair. En dat moet op ons cultureel erfgoedlijst komen. Toch, ik heb begrepen, we kunnen het wel registreren, maar ze heeft rechten gekocht. En rechten gekocht, dus dat soort dingen moeten we gaan doen. Dat je niet zomaar folklore verkoopt, want dat is niet van iemand. Het is gewoon uit een vertelling, uit een motto is dat lied voortgesproeid. Mm-hmm. Dus de directeur heeft het goed en ik wil één ding nog zeggen, aanvullen. Ze heeft gezegd samenwerken en wij moeten dat die term, dat begrip samenwerken goed begrijpen. Yeah. Het is niet andere, het is niet manipulatie wanneer we gaan samenwerken. Het is elkaar aanvullen. Wat heb je en wat ik heb. Mm-hmm. Dus iemand van de stad moet die bij mij komen in het binnenland zeggen, oh, je maakt die pangi zo, dus ga het borduren aan de bovenkant. Wanneer ik het borduur, wanneer ik het vastmaak aan de bovenkant, is het geen pangi meer in die cultuur. Dan is het een tafeldoek. Dan is het gewoon een mooi doekoe. Mm-hmm. Maar het is gebeurd in het verleden dat Maron vrouwen werden gezegd, je moet de bovenkant ook dichtmaken hoor, het moet ook dicht. En een internationale man was hier en hij zei me, don't do it. Toch? Dus we moeten elkaar aanvullen en niet gaan veranderen. Bijvoorbeeld, ik zie je draag je sari zo en ik zie, ik hou er niet van als mijn buik een stukje gezien wordt. Dan zeg ik, je moet het helemaal dichtmaken. De rug mag niet gezien worden. De buik nou een bigisma, omdat het in mijn westers denken niet zo hoort te zijn. Ja. Je gaat niet veranderen. We vullen elkaar aan. Dat maakt ons mooi.
in samenwerken. Helemaal. Oké. Okay. We hebben voor het culturele hebben we ook dat deel dat ons economisch vooruit moet gaan brengen. U heeft een heleboel gesproken over het internationale. Maar op welke manier kan de culturele diversiteit bijdragen aan de economische ontwikkeling? Het draagt al een heleboel bij aan de economische ontwikkeling. Okay. We hebben het alleen maar niet onvoldoende zichtbaar gemaakt. Terugkomend op het project Nationale Registratie wil ik even dit opmerken in dit kader. Mm-hmm. Nationale Registratie is een voorloper om te komen tot de beantwoording van de werkelijke vraag binnen dit project. Namelijk, wat is de bijdrage van de culturele sector in de economie van Suriname? Yes. Okay. Maar je moet bij het begin beginnen. Waarover praat je wanneer je praat over die sector? Hoe definieer je het? Hoe ziet het eruit? Mm-hmm. Dus, wanneer ik zeg dat die sector bijdraagt, we moeten het zichtbaar maken. Want die bijdragen zijn er in elk district, heb je dat. Ja. Mm-hmm. En wat we absoluut wel moeten doen, is dat we de inspanningen die nu gepleegd worden door verschillende ondernemers, ook bedrijven, dat we ze verder versterken. Ze moeten toegang hebben tot veel meer begeleiding, professionalisering van die producten, zonder dat je inderdaad die authenticiteit weghaalt. Maar aan de andere kant heb je ook beïnvloeding van de ene cultuur positief naar de ander, zodat je inderdaad een product maakt dat herkenbaar is voor die ene cultuur en waarde toevoegt daardoor vanwege datgene wat jij eraan toevoegt. Dus die discussie is daar. Maar dus er zijn inderdaad, de behoeftes worden steeds aangegeven ook. En vanuit HI heb je ondernemers, heb je fondsen, tenminste worden er meer fondsen beschikbaar gesteld voor klein ondernemers. Binnen het onderwijs, de opleiding tot beroepen, ja. Beroepsonderwijs, heeft alles ook te maken, heel veel ook te maken met cultuuronderwijs. Want wanneer je opgeleid wordt tot kok, toerisme en hospitality, waar heeft dat mee te maken? Ondernemerschap en cultuur ook vanuit dus onze benadering. En ik denk dat we inderdaad kunnen zeggen aan de ene kant er zijn inspanningen, maar het moet gecoördineerder, het moet goed vastgelegd worden. Waar willen we naartoe? Iemand zei eens, wat willen we hebben? Hoe wil je dat die Surinamer er in 2035 uitziet? Wat moet de Surinamer, die Surinaamse mens in zich hebben, in zich uitdragen? Wat moet hij uitdragen? Wat willen wij van Suriname? Die uitdaging is er. Het is zeer divers. Die diversiteit is daar. We gaan misschien nooit één Surinaamse cultuur kunnen presenteren. Mm-hmm. Misschien moet dat ook niet ons streven zijn. We moeten die diversiteit, dat is onze power. Diversity is power. En maar we moeten er veel meer uit verdienen. Of zichtbaarder meer uit verdienen. We verdienen eruit, maar het moet duidelijk zijn van dit is het aandeel inderdaad. Maar misschien willen we aanvullen wat ze zegt in de productie. Mm-hmm. Cultuur is niet cultuur zoals het met dansen en zo. Maar de manier waarop je het doet om tot productie te komen van, ook al is het in de rijstbouw, is een stukje Surinaamse cultuur. Want wij doen het niet zoals de Guyanese het doet, onze rijstbouw. Ja. Daarom hebben we versterking gegeven aan Guyana. Soms vergeten we dat een heleboel Surinaams bedrijfsmensen daar zijn om Guyana te versterken. Omdat de wijze waarop we het doen is cultuur. Mm-hmm. Dat is Suriname. In alle productiesectoren hebben wij een bepaalde manier om dingen te doen. Ja. Daardoor produceren we. Dus in alle productiesectoren zie je waar we succesvol in zijn. Verpleegkundigen. Ja. De manier waarop we lesgeven in Suriname is uniek. In het Caribisch gebied, Nederlands sprekend Caribisch gebied, doen we het fantastisch. Dus dat is ook uitdragen van die Surinaamse cultuur. En wanneer men jouw mensen wil, dat wil zeggen, er komt wat
vreemd geld in het laadje. Mm-hmm. Dus als wij weten hoe het loopt, hè, die kring loopt ervan. Mm-hmm. Oké, maar we willen naar de productiekant gaan kijken. Gezondheidszorg, onze verpleegkundigen zijn ook zo even hard gewild in Nederland als in Nederlands sprekend Caribisch gebied. Maar aan de andere kant, wat we moeten doen, is weten dat cultuur ondernemerschap is. Mm-hmm. Op het moment dat we beseffen dat cultuur bedrijven ondernemerschap betekent, dan gaan we meer dat economisch voordeel in zien. Als we niet gaan denken van het is zijn vertellingen waarvoor we niet hoeven te betalen. Mm-hmm. Maar dat is ook een bedrijf. Want wat heeft Trinidad gedaan? Die steel pen spelen we ook hier in Suriname. Yeah. Ik dacht eerst dat het van Esso was, want het waren die vaten die ze sneden en zo. Yeah. Nee, het is Trinidad. Ze maken, mensen worden er rijk van. Ze gaan voor scholarships weg. Want ze verkopen het in Afrika, in de Afrikaanse landen, hun steelpan. Ze worden ingehuurd. Dat is een bedrijf waar ze mensen gaan leren hoe je het speelt en die ownership behouden. Ja. Dus we moeten bepaalde dingen gaan patenteren. En wanneer we patenteren, kunnen we verdienen. Die faciliteit is hier in Suriname. Dus waar we moeten aan denken is, cultuur is business. Absoluut. Op het moment dat we denken dat het business is, dus we moeten een mindshift hebben in Suriname om het tot onze business te maken. Dus cultuur is niet zomaar iets, quota, ukondas, wampchiso, op de televisie, culturele programma. Nee, we moeten misschien zeggen productieprogramma's. Waardoor mensen weten dat mensen verdienen. Want nu willen we mensen laten dichten zonder ze te betalen. Ja. Klap. Mm-hmm. We willen boeken van de mensen niet opkopen. Mm-hmm. Want dat we niet lezen. Dus er zijn een heleboel dingen, maar ik ben hier om Suriname te promoten. En er zijn dingen die we moeten leren. En er zijn heel veel goede dingen die we doen. Klap. Dus al die productie, die filmindustrie in Suriname, mm-hmm. is aan het groeien. Klopt. Ja. Zie je zelfs Nederland niet meer Surinamers in een grote filmproductie. Mm-hmm. Surinaamse verhalen heb ik daarin als ambassadeur. Een film die heel populair was, die heb ik daar gezien in Trinidad. En het was druk bezocht. Maar wie verdient eraan? Dat is niet een Surinaamse producent, dat is een Nederlands producent. Okay. Dus zo zijn er verschillende films. Mm-hmm. Vooral in de oorlogtijd, die jongeman die in de oorlogtijd daar was gegaan en mm-hmm. heeft geholpen. Mm-hmm. Ik ben zijn naam vergeten, zijn kleinzoon was naar Suriname gekomen. Of zijn zoon was naar Suriname. Die productie is in Suriname geweest, het is een Surinaams verhaal. Mm-hmm. Toch is de bijdrage die we aan de wereldgemeenschap hebben geleverd. Zo ook onze Matsieliger story. Mm-hmm. Toch? Mm-hmm. Dat is ook cultuur. Is onze Surinaamse jongen die naar Amerika is gegaan. En daar de schoenenfabriek, dus die mechanismen, heeft uitgevonden. Dat is Suriname. Dus wij moeten meer bewust worden van elkaar. Er zijn toeristen die willen komen kijken naar de vrede tussen Israël. En de moslimwereld is in Suriname, is daar aan de Keizerstraat. Ja, synagoge. Dus. Toch? Ja. Dus we hebben veel te vertellen. Het is hoe we het vertellen. Mm-hmm. En Surinamers weten goed te vertellen. Dus nu moeten we goed verkopen, want die markt is daar. We kunnen goed gaan verdienen. En daarom heel veel verdienen, niet te lief zijn. Mm-hmm. Niet gratis. Het is je energie, het is je kennis. Klopt. En je moet je kennis verkopen. Het is geld, Trinidadiaan is zeer business-minded. Ze vragen je voor alles iets. Mm-hmm. Niets krijg je gratis daar. We moeten het te gelden maken. We moeten ervoor zorgen dat we inderdaad onze artiesten beter gaan waarderen. Dat we de producties beter gaan stimuleren tot beter. Door die trainingen erin te stoppen. Door die uitwisseling steeds veel meer te bevorderen. Kinderen moeten met elkaar uitwisselen. We hebben wat dat betreft in onze begroting voor 2019 hebben we een duidelijke keuze gemaakt voor die uitwisseling. Talentontwikkeling en uitwisseling. En vooral ook het vertellen aan elkaar, het vastleggen, het promoten van, het bekendmaken van wat we hebben, onze kracht. Onze kracht in diversiteit. We hebben daar heel veel energie in gestopt. De begroting van het directoraat cultuur, de activiteiten die vanuit het directoraat cultuur zullen worden uitgezet, zullen daar een levend bewijs van zijn. Dus we hebben heel veel werk te verzetten op het gebied van de ondernemers die nu al bezig zijn. En
enorm veel goede producties leveren, die push te geven, die energie te geven, die begeleiding te geven. Om inderdaad dat product dat ze leveren, dat we als Suriname nog meer kan polen naar dit product. Amen. Dat we nog meer kunnen laten zien van, dit is Suriname. Want de ambassadeur zei, wij exporteren cultuur door de manier waarop we lesgeven, et cetera. Na vastvoltang is heel anders. Want je hoort het vaak, dit is typisch Surinaams, hè? Ja. Ja. En dan heb je die typisch Surinaamse dingen die we meer te gelden moeten gaan maken. En beginnen erbij, wat is typisch Surinaams? Hoe ziet het eruit? Wat doen we? Wie doet het? Het vastleggen van ons immaterieel, ons rijk immaterieel, gediversificeerd immaterieel cultureel erfgoed. En wat ik ook wil toevoegen, onze LVV, landbouw, onze specerijen, we zijn rijker dan al die andere landen. Onze masala heeft de beste smaak en het is lekkerder in het eten dan van die van Trinidad en van Guyana. Ik heb begrepen, wij maken het zelf hier. Wij bereiden het hier. Het is veel beter. Het heeft een veel betere attractie. Veel betere balans. En de specerijen, Grenada gaat door voor het specerijeneiland. Mensen gaan daar, ze kijken naar de tuinen die ze aanleggen en ze zeggen ze zijn beter, maar ze hebben niet wat Suriname heeft. Mm-hmm. Toch? Dus daar is het ook, want wat we kunnen doen in toerisme, het is agro-eco-tourism. En Costa Rica verdient eraan, de wijze waarop ze die dingen doen. Dus cultuur is ook in de landbouw. Ik had het eerder al gezegd, maar net van de specerijen. We hebben unieke specerijen die uit Indonesië komen. En ik heb begrepen, ons eten hier, Indonesisch eten, is lekkerder dan dat van Indonesië zelf. En ons roti hier, ik kan er van mee praten, ik was naar India. Ons roti is lekkerder dan die van India. Ook al hoort de Indiaanse ambassade, maar ik ben in mijn land om te praten over mijn land. Toch? Ja. Dus we mogen niet bang zijn om het te zeggen dat wij de beste zijn. Dus ook onze specerijen. Kijk, Brazilië is rijk geworden van podocie. Wie heeft het is gekomen uit het oosten, dus die Alkaanse groep, die gebruikt de podocyri. Mm-hmm. En het is Acai Internationale, het heeft zoveel vitamines. En het is ook een voedselproduct van Suriname, die wij kunnen promoten in onze eigen naam. We hoeven niet dat Braziliaanse naam te doen. Dus er is heel veel. Er ondernemerschap in cultuur en gezondheid. Combo, niet te spreken. Maar ik wil eraan toevoegen dat andere, hè, onze medicinale kruiden, die traditionele kennis die er is, dwars door alle culturen heen, gebaseerd op de kruiden die we precies hier hebben. Ja. Toch? Dus er is een project vanuit de overheid inderdaad gestart, kabinet van de vicepresident, om dus met Ayurveda die traditionele medicinale kennis werkelijk te gaan ontwikkelen, verder te gaan ontwikkelen in Suriname. We staan hoog aangeschreven met de producten die we leveren, die kokosolie en die traditionele kennis van een van onze experts in traditional medicine, die internationaal furore heeft gemaakt. En hier ook is gewaardeerd daarvoor door onze president. Er is nog veel meer. Er is nog veel meer. En en er wordt ook heel veel gedaan aan traditionele kennis. Ja. En gezondheid, traditioneel medicine, gezondheid. Mm-hmm. En we hebben daar die uitdaging dus. We gaan niet in herhaling treden. Wat we doen als overheid is moeten doen, veel beter moeten doen als overheid, is dat we inderdaad in staat stellen de mensen die daaronder al bezig zijn, om door middel van wetgeving, regelgeving te komen tot werkelijk het plaatsen van onze producten, onze traditionele producten, onze cultuur op wereldniveau. En vooral veel meer aan verdienen. Yes. Oké, als ik zo de hele avond naar u geluisterd heb, dan heeft u beide een bepaalde ervaring op het cultureel gebied. Maar heeft u ook gedacht aan een cultuurmuseum? Oh yes. That's it.
We moeten we herhalen dat we zeggen, elk district heeft zijn unieke kenmerken. Er was een groep bij mij een paar maanden geleden op bezoek die alles in place heeft. Het plan is in place om het dorp dat onder water is gelopen, Gansé, om het te reproduceren. Okay. Dit precies in het binnenland. Dus dan noemen we inderdaad Brokkepoonden als voorbeeld. Maar zo zijn er een aantal... Er zijn al musea die we niet eens hebben geïdentificeerd nog. Ik had het over die artefacten die er liggen in onze bossen. Ja. Het is wat allemaal zichtbaar is, maar er is ook heel veel onzichtbaar in de grond. Dus wanneer we die archeologische richtlijnen goed hebben vastgesteld, dan kunnen we inderdaad beter in staat om datgene wat... waar we vandaan komen, alle volkeren, dat we dat demonstreren, dat we het exposeren in een museum. We hebben bijvoorbeeld een project nu, dat ons, het heet Caribbean Ties, dat dus de zaken die te maken hebben met de inheemse cultuur, dwars door het Caribisch gebied, dat bedoeld is om dat beter neer te zetten, de overeenkomsten die daarin getrokken kunnen worden, vastgesteld kunnen worden. Maar wij hebben een uitdaging daar. Om vanuit elk district datgene wat we hebben. Weet u dat die koffiefabriek in Kommerwijnen, daar staat met alle artefacten nog. De uitdaging is dat je inderdaad dat gebouw ontwikkelt tot een museum. Het Oud Beatrice Theater. Laten we niet verder gaan met noemen. Er zijn een aantal dingen ook. Er zijn uitdagingen. We moeten beter beleid gaan uitvoeren met elkaar. En echt niet alleen de overheid. Samen moeten we dat doen. En ik denk dat elk district dan zodoende in staat is om op basis van de musea en de culturele diversiteit die er is, dat we veel meer toeristen kunnen aantrekken. En dat vul ik aan zo. We vullen elkaar aan hier. Ja. Mijn vaders dorp heet Wanghati. En het cordonpad gaat daar langs. En ze kennen het nog. Er is zelfs een kapa daar. Dus dat pad die hun vrijheid betekende, is vlak hier in de kustvlakte. Het dorp Wanghati heeft het. De jongens weten waar het is. En het is een stukje openluchtmuseum. Mm-hmm. En jongeren weten het, jongens. En dan hebben we ook nog Fort Buku. Dat is bij het dorp Pikinsanti. Okay. Toch? Mm-hmm. Daar is het. Ik heb begrepen, er is maar één persoon die weet waar de onderwater brug is. Dus die is er nog, want je weet, hout in het water verrot niet, hè. Het wordt sterker, bepaalde houtsoorten. Ja. Ik heb begrepen dat er nog één persoon is daar, altijd het wordt overgedragen. Dus er zijn zoveel unieke zaken in de gemeenschappen waar we aan kunnen verdienen. Dus het museumwezen, immateriële erfgoed. Ik was laatst naar Nederland ook vanwege een gemeenschap die ook hun eigen musea willen opzetten op verschillende plaatsen. Dus dat is er. Er is heel veel werk aan de winkel. Maar het enige is, laat de mensen zich vrij voelen om zich te kunnen ontplooien. Dat is wat je nodig hebt. Oké, we zijn gekomen aan het einde van... Jammer. Deze spannende aflevering van Opinie. Tot slot vraag ik u om nog wat kort of een korte boodschap te geven aan de samenleving, het cultuur zijnde raken. Wel, ik noemde het al in 2019. We komen uit een dip van 2018, waar we 17.000 voor programma's toegewezen hebben gekregen. We weten dat er een uitdaging is. Toch? Een oud-directeur zei laatst tegen me, er was nooit genoeg geld voor cultuur, hoor. En laat niemand je voor de gek houden. Is waar, weet je. Maar we moeten toch gaan naar beter en meer. En met onder de bezielende leiding van onze minister Lilian Ferrier, die duidelijk heeft gezegd tijdens de begrotingssamenstelling, het samenstellen van de begroting, van dit zijn de dingen waarvoor we gaan. We zijn dat overeengekomen, we hebben dat diep bediscussieerd urenlang en we hebben een begroting nu op tafel waarmee we aan de slag gaan in DNA om inderdaad
gedaan te krijgen dat we cultuurintegratie binnen het onderwijs realiseren, dat we talenten van kinderen gaan ontwikkelen, dat we gaan werken aan onze regelgeving, wet en regelgeving, en dat wij het ondernemerschap binnen cultuur, de toegankelijkheid van cultuur voor verschillende groepen, doelgroepen, de ondernemers, de jongeren, de vrouwen, de districten, gedecentraliseerd cultuurbeleid, dat we daar absoluut goede, ferme stappen in gaan zetten in 2019. Nou, de directeur heeft gesproken, dus ik ga dat niet meer zeggen. Ja. Ik wil aan alle Surinamers zeggen, we hebben verschillende talen die we praten hier in Suriname. Mm-hmm. Leer elkaars taal kennen. Dat brengt ons dichter bij elkaar. Dan dat we gaan zeggen, laat iedereen Nederlands praten. Mm-hmm. Maar laten wij elkaars taal leren. Ik wil meer Sarnami Hindi kennen. Ik wil meer Javaans kennen. Ik weet Akusenen Karakoe. Habtoke Chaila, kan ik zeggen. Ik weet niet hoe het te zeggen in het Chinees. Mm-hmm. Toch? Ik kan het ook zeggen in mijn eigen taal. Maar meer kennen wij de Westerse talen dan wij onze eigen talen kennen. De talen brengen ons dichter bij elkaar. Dat is nazivorming. Nazivorming is niet wanneer we maar één taal praten. Ik heb het ervaren in Trinidad, ze praten allemaal Engels en ze houden veel van ze, houden niet van elkaar. Geloof me, je hebt de buurten waar bepaalde groepen, ze praten één Engels, maar er is toch verdeeldheid. Dus niet wanneer we één taal praten, dan brengt het ons dichter bij elkaar. Maar wanneer we elkaars taal leren praten en elkaar leren kennen, dan kennen we elkaar. En Suriname heeft een betere eenheid dan de landen waar ze één taal praten. Geloof me, ik heb het ervaren hier en ik heb het ervaren daar. Mm-hmm. En ik wil jullie allemaal God zegen toewensen. En die liefde van de Heer laat het in ons midden blijven leven. Dank u wel. Het was weer interessant om naar u te luisteren en ik wil u bedanken voor uw komst naar uw studio. Zoals u het gehoord hebt van de dames, wordt er nog steeds hard gewerkt aan het maken van beleid op het gebied van culturele diversiteit en ook het culturele aspect zelf. Er is nog veel werk aan de winkel, maar wat we in mind moeten houden is dat elk district die culturele diversiteit hoog moet houden en hoog kan houden. Want elk district heeft iets dat die kan zeggen van dit draagt mijn district uit. De dames hebben het mooi verwoord. Dat was het weer voor deze aflevering van Opinie. De herhaling hebben we op de woensdag, de vrijdag en de zondagavond om 9 uur. Wilt u de aflevering alsnog bekijken, kan dat altijd op de YouTube-channel van het Nationaal Informatie Instituut. Ik ben Abigail Kemp, ik bedank u voor uw aandacht. Tot de volgende aflevering van Opinie. Opinie.